De aanleiding is dat ik vrijwilligerswerk ben gaan doen nadat mijn vrouw is overleden. En dat ik niet achter de geraniums wilde zitten. En daardoor heb ik verschillende organisaties benaderd of ik mee kon doen. Dat is bij het IJsfestijn op de Grote Markt. Maar ik ben ook bij jazzgebeuren nauw betrokken. Daar ben ik 10 jaar penningmeester geweest van de Stichting Jazzhol 72. Ik heb nu dan de tentoonstelling mede mogen organiseren van Erven de Vriescher B&Co NV. Nou, dat is geen beste. Komende donderdag gaan we weer een fietstocht doen door de Albassenwaard van plusminus 35 kilometer. Waarbij ik dan de laatste man ben, de zogenaamde bezemwagen. Dus ik vang op als mensen problemen hebben met de fiets, ketting eraf gelopen. Ik draag dan een fluitje en als ze moeten stoppen, de ploeg, dan fluit ik 2 keer op een fluitje. De mooie kanten van het vrijwilligerswerk, dat je bezig bent met het sociale gebeuren om je heen, dat je daaraan kunt deelnemen.